op weg naar het wijkpark Transvaal. Want daar staan er ook heel leuke optredens op het programma. Blijf kijken, want we zijn live van 3:30. Soeboni! Welkom allemaal, je kijkt naar een live uitzending hier vanaf het wijkpark Transvaal in Den Haag. En het is vandaag Holi. En naast mij staat de voorzitter van Stichting Holi Samen, die het allemaal hier hebben georganiseerd. Ammer, ja, fantastisch evenement. Het is een geweldig evenement, we hebben werkelijk alles mee. De weerscholen zijn ons goed gezind. We hebben prachtig weer, het is een hele mooi evenement. Moet je even kijken joh. Het is fantastisch, het is hier, moet je kijken. We hebben de optocht, waren ongeveer 2000 man. En nu is er ongeveer 3000 man. Dat is heel geweldig. Nou, om het officieel te openen, heb ik hier zie ik een bord met dat kleursel. Dus ik zou zeggen, Soeboli, Ammer. En ik verwacht voor open. Nou, hey, voor mij zit Soraya daar in de hoogwerker. Soraya. Ja. We gaan met z'n allen, met het publiek erbij. Gaan we zeker doen. Gaan we aftellen vanaf 5. Doen jullie mee met ons? 5. 4, 3, 2, 1, Soeboli! Ja, kijk eens, kijk eens! Wat een spektakel hier! Nou, echt fantastisch. Al die kleuren hier, al die mensen, ziet er fantastisch uit. Nou. Wat mij betreft is het Holi Festival nu geopend. En gaan we kijken naar een waanzinnige half uur Holi vanuit Wijkpark Transvaal. In Den Haag, fantastisch. Den Haag. We gaan het meemaken. Alright. Holi, het feest van kleur en uitbundigheid. Maar vooral van ontmoeting en samen feesten. Holi wordt aan het begin van de lente gevierd. Als na een lange, koude periode de zon weer schijnt en de planten weer knopjes en bloesems krijgen, roept dat op tot vrolijkheid, tot feestvieren. De zon die langer en sterker schijnt, maakt de mensen vrolijker en warmer naar elkaar toe. Het nieuwe begin in de natuur is een oproep aan de mens om ook opnieuw te beginnen. Immers, tijdens de koude, donkere dagen van de winter hebben we kunnen nadenken over het leven. En net als de natuur aan het begin van de lente dat doet, beginnen wij mensen nu ook opnieuw. De bloesems, knoppen en jonge bladeren die in de lente uitkomen, geven kleur aan de natuur. Door een positieve houding in ons leven, brengen wij ook kleur, blijdschap en schoonheid in ons eigen leven en die van onze omgeving. Maanden voor de Holidag aanbreekt, verzamelen mensen uit de buurt dorre takken die op een vooraf vastgestelde plek worden opgehoopt. Op de vooravond voor de Holidag wordt deze stapel onder het zingen van mantra's verbrand. Deze brandstapel verwijst naar onze negatieve emoties en egoïsme. Die stapelen zich in de loop der tijd op en maken ons geestelijk en lichamelijk ziek. Door er bewust van te worden en ze te verbranden, net als de brandstapel, maken we onszelf vrij voor het goede. Daarom wordt Holi ook gezien als het feest van vergeving. Ruzies en spanningen en andere ongenoegens worden op Holi uitgesproken en worden vergeven en vergeten. Daarom is Holi bij uitstek een familiefeest. Met Holi besprenkelt men elkaar met gekleurd poeder of water. Water staat voor leven. Gekleurd water staat voor een kleurrijk, energiek en mooi leven. Als je op iemand gekleurd water of gekleurd poeder strooit, spreek je in gedachten de volgende wens uit. Met dit water wens ik jou een kleurrijk en vitaal leven toe. Kleur op het Holifeest benadrukt dat kleur bij ons hoort. Het geeft het leven namelijk schoonheid
en maakt de omgeving mooi. Kleur geeft aan dat de samenleving divers is en veelkleurig. En dat die veelkleurigheid bij de schepping hoort als een natuurlijk kenmerk. Onderscheid maken op basis van verschil in kleur is iets wat de Holly-gedachte afwijst. Dus benadrukt Holly het gelijkwaardigheidsbeginsel. Op die dag is het toegestaan dat iedereen elkaar met gekleurd water of poeder bestrooit. Ongeacht of je groot, klein, rijk, arm, baas of knecht bent. Op Hollydag is iedereen gelijkwaardig aan elkaar. Een besef dat op nadrukkelijke wijze in het Hollyspel tot uitdrukking komt. Het spel waarin iedereen zich verbonden weet met de ander. Het spel van spontaniteit en uitzinnigheid. Dat het kind in de volwassene tot leven brengt en de wereld tot één grote familie maakt. Nou, Chantal en Kabir zijn natuurlijk onmisbaar op zo'n Hollyfeest. Nou, Chantal is een soort vlotte, opzwevende klank van muziek. En de Chantal-groep Jay Hanuman staat al klaar om een optreden te geven. Laten we even gaan kijken, ziet er goed uit. Rachid Larousse, doe even je bril af, inderdaad. Jij bent cabaretier, presentator en van Marokkaanse afkomst. Ja, Marokkaanse afkomst is het, ja. En je bent hier vandaag aanwezig, hoe vind je dat? Ja, ik heb vroeger hier gewoond, achterin, dus ik vind het geweldig. Kleurrijk, alles is hier, dus voor het eerst dat ik dit meemaak, dus het ziet er goed uit. En je kwam hier echt binnen op het plein van wat gebeurt hier nou, wat is je eerste indruk? Ja, ik zag het al vanaf daar al, met die optocht. Dus ik moest zo denken van, oké, is dat hier? Is dat alles? Maar dit is gewoon
Het lijkt me geweldig, een podium met muziek en alles erop en eraan. Nou, hartstikke gezellig, leuk dat je er bent. Ludo Keizer, je bent triggeraar en jeugdwerker. Fijn dat je erbij bent, je ziet er al fantastisch uit. Dankjewel. En wat, jij hebt een speciale band met India, hè? Nou, ik ben net terug uit India, dus het is leuk om hier nu te zijn. En ik heb er veel over gehoord, over het festival, nog nooit mee mogen maken. Dus het is cool om nu eindelijk onder de kleurtjes te zitten. Ja, want jij weet natuurlijk al een beetje wat het Holi Festival inhoudt, hè? Een heel klein beetje. In ieder geval, ik heb zover als ik het heb begrepen eigenlijk, Ramadan kende ik al, maar eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer, alleen je mag er wel bij eten. Dus dat is wel lachen. En van eten hou je wel? Helemaal van het eten wat we hier krijgen, heerlijk. Nou, dat is hier in ieder geval genoeg. Je hebt er zin in, zie ik. Ik heb er heel erg naar mijn zin. Nou, ik vind het leuk dat je er bent. En dan hebben we hier Ineke Vrede. En ook u heeft een speciale band met het Holi Feest, want dat heeft u namelijk in Nepal gevierd. Ik heb het in Nepal gevierd, 2 jaar geleden in Pokhara. En daar gaat het ongeveer net zoals hier, maar dan door de hele stad. En er wordt inderdaad ook constant met die prachtige kleuren gestrooid overal. En ook op de dieren die dan toevallig net daar lopen, op de koeien en zo. Dat is fantastisch. En iedereen loopt door de straten. Het is gewoon één groot feest. Eén groot feest. Vindt u het leuk dat u hier erbij bent vandaag? Juist, heel erg leuk. Ik vind het fantastisch dat het hier dus ook gebeurt. Zo. Ja, ze hebben u ook niet schoongelaten. Nee, maar dat hoeft ook niet hoor. Dat vind ik niet erg. Dus één groot feest. Meneer Dick Brongers, u bent er ook bij vandaag. Ja. Ja. Hartstikke gezellig. Wat verwacht u ervan? Een groot gigantisch feest waar iedereen alleen maar vrolijk van kan worden en zonder een onvertogen woord verder. Ja, want het is natuurlijk heel veel kleur. U bent ook al helemaal ondergepoederd, maar u heeft er zin in? Helemaal, ja. Het hoort bij een kleurrijke stad, hè. Dat vindt u wel belangrijk, dat er meerdere culturen ook deelnemen vandaag? Sorry, ik versta het niet. U vindt ook belangrijk dat er meerdere culturen deelnemen vandaag? Ja, tuurlijk, absoluut. Ja, want je moet de stad met elkaar delen, je moet verbindingen met elkaar leggen. Ja. Maar we gaan feesten vandaag, of niet? Ja, zeker. Maar waar gebeurt dat? We gaan hier gewoon op het plein helemaal los. Ja, ga je meenemen overal? Ik neem jullie mee. Je mag Ludo helemaal onderpoederen van mij. Het maakt mij niet uit. We gaan even door naar het podium. Want straks gaat er namelijk iets heel leuks gebeuren. Er gaat een kabier optreden komen van Anil en Hira. En dat moet je zien. Ik zie hem al staan. Hij vindt het hartstikke eng. Hij staat op de hoge werker. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Luister deze dan. Zoek het antwoord bij jezelf. Wijs toch niet naar anderen. Zul je bij jezelf zagen. Zal de andere ook veranderen. Hey, hey. Come on.
mensen zijn. Wie goed doet, immers krijgt goed terug. Broeder, dat is wat mijn betoog is. Zeg mijn betoog. Hey, Schuboli! Zonder hier aan zijn zoon Kishen. En natuurlijk daarbovenin, kijk eens naar bovenin, daar zit onze Anil Jagdeelsing. Bedankt. Ammer, voorzitter van Stichting Holi Samen. Het behoud van culturele zaken als Chautaal en zoals we net gezien hebben, Kabir en Birha. Jij maakt je daar sterk voor, waarom? Ja, geweldig. Ik vind dat als je dus kijkt naar Den Haag, als je kijkt naar Nederland, dat er een kleine groep mensen zijn die zich ongelooflijk goed inzetten voor Chautaal, voor Kabir. Bijvoorbeeld Kabir. Kabir was een 15e eeuwse dichter, een leeftijdgenoot van, tijdgenoot van Tulsidas. En Kabir bezong de relatie tussen mens en God, maar ook tussen mens en maatschappij. Oké, okay, hij was een man die leefde dus eeuwen terug. Nu leef jij in 2011 en je vindt nog steeds belangrijk dat het vandaag gebeurt. Omdat wat de boodschap geweest is van Kabir, die kan je ook eeuwenlang meegeven. En je ziet, de jongens die vandaag gezongen hebben, Sundar Hira, die bezinkt ook de huidige tijdsgewricht waarin wij leven. Vooral wat nu in het Midden-Oosten gaande is, dat als het volk zich sterk maakt, dat dan ook bergen verzet kunnen worden. Absoluut. Joint krachten zorgen ervoor dat je dingen bereiken kunt. Ammer, ik wens ons allemaal nog een hele fijne dag vandaag. Het gaat hier gewoon lekker door. Het gaat gewoon lekker door tot 6 uur. Dankjewel. Ludo, nou wordt er dus gezegd door meerdere politici dat een multiculturele samenleving in Nederland is mislukt. Wat vind je daar nou van? Ja, ik weet niet helemaal wie de resultaatafspraken van tevoren heeft neergezet als het om multiculturele samenleving gaat. Maar ik bedoel, wat willen we nou? Dat er binnen de grachtengordel of zo op het ene huis een Marokkaan woont, het andere huis een hindoe, het andere huis een Nederlander en dat het allemaal precies gelijk verdeeld is. Weet je, het gaat om gelijkheid. En als het om gelijkheid gaat, hebben we in Nederland denk ik gewoon nog een weg af te leggen. Maar om te zeggen, hij is mislukt, ik weet niet. Voor mij niet in ieder geval. Voor de mensen die ik om me heen zie niet. Ik zie ook een heleboel mensen die moeite hebben met de multiculturele samenleving. Ik denk uiteindelijk dat als we aan elkaar blijven uitleggen wat we in godsnaam aan het doen zijn. Waarom we hier met kleurtjes gooien. Waarom de ander een tijdje niet eet. Waarom de ander in een kroeg misschien staat in Limburg carnaval te vieren. En gewoon een beetje met elkaar chillen, dan komen we er wel. Maar weet je, hij is mislukt. Dat vind ik zo makkelijk scoren. Ga maar eens aan mij uitleggen dan wanneer hij wel gelukt is. En ja, dan kunnen we een keertje praten misschien. Maar tot nu toe, wat mij betreft. Rashid en ik hebben denk ik de afgelopen jaren 3 festivals samen gevierd. Allemaal vanaf een verschillende religie. Dus wat dat betreft is hij ook wel een beetje gelukt, denk ik. Volgens jou is het dus gelukt. En volgens u, mevrouw Ineke Vrede, want u heeft ook een stichting, Shimding. Een stichting in Nepal. Ja, u bouwt scholen. Bouwen wij scholen, geven de huizen water. De kinderen krijgen nieuwe uniformpjes om het andere jaar. We hebben een hele mooie bibliotheek daar. Dus u bent ook heel veel bezig met de multiculturele samenleving. Ja, ja. Maar wat vindt u dan van die stelling? Bent u het er wel mee eens? Dat is een stelling, sorry. Dat de multiculturele samenleving in Nederland is mislukt. Vindt u dat ook? Mislukt? Nee. Kijk,
loopt niet allemaal soepeltjes, maar daarom is het nog niet mislukt. Als iedereen nou zijn best blijft doen daarvoor, dan gaat het op den duur steeds beter. Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we meer mensen betrekken en meer mensen verbinden? Nou, als je ziet voor vandaag, dat is een prachtige aanzet natuurlijk. Je ziet hier ook voldoende mensen die niet gekleurd zijn. Nou ja, we zijn allemaal prachtig gekleurd met allemaal leuke kleurtjes. Maar ik bedoel dus gewoon samen met elkaar moeten we het toch hier kunnen doen. En dat lukt ook, natuurlijk wel. En al die mensen die zeggen van dat kan niet of dat lukt nooit, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dan moeten ze gewoon allemaal hier naartoe komen vandaag natuurlijk. Nou, we gaan even terug naar het podium, want we gaan kijken naar een optreden van Mahaveda. Ik zie je zo weer, tot zo. Holy care.
Geef ze een daverend applaus. Mahaweda, speciaal een compositie geschreven door Guus Pengel. Naast me staat Ajay Mangal. Ajay Mangal is van Art of Living en hij heeft jullie wat te vertellen. Geef hem eens een applaus. Ajay, ik zoek even een microfoon voor jou. Oh, daar, dat zegt die meneer. Kijk. Ja. Ah, alsjeblieft, Ajay. Het is wel waanzinnig hier, hè? Het is waanzinnig. Fantastisch. Wat zie je als je hier dus, het veld op kijkt? Ik zie zoveel kleuren, ik zie zoveel fantastische mensen, fantastische gezichten, harmonie en diversiteit. Nou, ik geef jou het woord, Ajay. Soep Holly allemaal! Soep Holly! Hoe is het met jullie? Goed? Er is mij iets gevraagd om hier iets te vertellen over Holly, maar eigenlijk vooral om iets te ervaren. Ik zie hier zoveel kleur, zoveel prachtige kleuren, zoveel prachtige mensen. Hebben jullie het naar je zin? Ik hoor het daarachter niet. Hebben jullie het naar je zin? En in die hoek, hebt Den Haag het naar zijn zin? Soep Holly allemaal! Als je kijkt naar Holly, wat betekent Holly eigenlijk? Holly betekent iets, het geeft natuurlijk heel veel betekenissen, maar één van de betekenissen is dat het verbroedert. Waar of niet? Is Holly alleen van Hindoestanen? Nee. Is Holly alleen van Nederlanders? Nee. Van wie is Holly? Van iedereen? Dus waar het om gaat is, hoe vier je Holly? Je viert het met z'n allen. Als je nu kijkt naar datgene wat er gebeurt in onze maatschappij. Als je kijkt naar datgene, onze maatschappij wordt steeds kleiner. Kijk naar het internet. Kijk naar de technologie. Je kan iemand bereiken met een druk op de knop. Waar of niet? Dus eigenlijk wordt alles steeds kleiner. Maar als je dan na gaat denken en kijkt naar datgene, ken je daadwerkelijk je buurman? Ken je daadwerkelijk je buurvrouw? Diegene die naast je woont? Weet je wat voor beroep die uitoefent? Heb je daar contact mee gemaakt? Weet je wat het jammerde is? Dat heel weinig van ons dat niet eens weten. Weet je wat Holly is? Holly betekent iets samen te doen. Samen te vieren en tegelijkertijd met elkaar iets te bewerkstelligen waar er geen dualiteit is. Wat betekent dualiteit? Dualiteit betekent niks anders dan één te worden met datgene wat overeenkomstig is bij een ieder. Of je nou wit bent, bruin bent, zwart bent, geel bent, rood bent, van binnen zit er iets wat bij iedereen hetzelfde is. Mee eens of niet? Wat is datgene? Dat is de ziel. Dat is de ziel. Ik wil nu iets met jullie doen waardoor je daadwerkelijk ervaart wat het is om samen iets te bewerkstelligen. Maar dan heb ik iedereen op dit plein nodig. Wil je dat? Wil iedereen dat? Wil je iets ervaren? Dat betekent, stel je voor, Holly staat voor verbroedering. De persoon die naast je staat, is je broer, is je zus, is diegene die je in geen tijden meer gezien hebt. Maar nu doen we één proces. En dat betekent dat iedereen dadelijk tegelijkertijd de persoon die naast zich staat, begroet alsof je broer, vriendin, zus of wat voor familielid dan ook in geen jaren meer gezien hebt. Dus hoe doe je dat? Dat doe je met één kreet. En wat is die kreet? Sangat Chatwan. Herhaal. Sangat Chatwan. Of anders gezegd, let's move together. Kan iedereen dat zeggen? Ik hoor niet iedereen. Let's move together. Op mijn teken begroet je allemaal die persoon met een let's move together. Dus iedereen in dit gebied en daarachter en daarachter doet hetzelfde. Je omhelst die persoon, geeft hem een goede brassa en zegt uit het diepste van je hart, let's move together. Ready? Iedereen ready? 1, 2, go! Daarachter ook. Iedereen, let's move together. Ik zie het hiervoor niet gebeuren, wat doe je? Let's move together! Oké, laatste wat ik jullie wil meegeven. Er zijn twee opties. Als je kijkt naar een ieder, er kwam eens een keer een man. En die man die vroeg aan een kleermaker, kan je me wat kennis geven? En die man zei,
ik doe het eigenlijk al. Hij zei, wat doe je dan? Hij legde een schaar onder zijn voeten en een naald op zijn hoofd. Dat is precies wat wij doen. Kan je een schaar zijn of ben je een naald? Want wat doet een schaar? Een schaar knipt iets uit elkaar. En een naald die verbindt. Dat is de essentie van Holly. Soep Holly allemaal! Dames en heren, geef hem een applaus. Onze Ajay Mangal. Mensen, achter me is de muziekformatie All in One. Ze gaan het opstellen. Kennen jullie die? Ja, dat klinkt als een ja. Ik zie Varun Nanda, ik zie Sandeep Badlu, ik zie nog wat mensen waar ik straks kennis mee ga maken, zodat ik in de toekomst weet wie dat zijn. Ryuti is ook ergens hier. Ik zie daar een prachtige dame die eruit ziet alsof ze uit Trinidad en Tobago komt. Willen jullie haar aankondigen, mensen? Roep eens heel hard, Ryuti! 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 Mensen, ik neem afscheid van jullie. En straks neemt Amjit van mij over. Jullie kunnen door blijven roepen met Ryuti, Ryuti. En ik zie jullie de volgende keer. Bye bye. En Shuboli. Het is een gekhuis hier in Den Haag, maar wij gaan met nog wat mensen praten over hun beleving van Holly en hoe ze dat vandaag allemaal vieren, met wie ze het vieren, et cetera. Tot zo. Tot zo. Goed, ik sta hier met de voorzitter van de Holly Samen, Amar Soeklau. De voorbereidingen zijn al bezig, want er gaat straks een fantastisch podiumprogramma van start. En de optocht is natuurlijk nu bezig, hè? De optocht is begonnen om 2:00. Je hebt zelf kunnen zien dat er ontzettend veel mensen aanwezig waren. Ik denk ongeveer 1500 man. Volgens de politie heb ik het gelijk. Dus in dat opzicht een geslaagde dag. Prachtig mooi weer, een supermooie optocht. Nou, we kunnen niet kapot. De dag kan niet meer stuk. We hebben inderdaad echt prachtig weer. Nou, de Holly Samen, wat heeft het nou eigenlijk voor doel, die stichting? Nou, de stichting heeft een doel om de eerste plaats ervoor te zorgen dat Holly, dat een prachtig mooi feest is, een feest van verbroedering. Al die kleuren geven ook aan dat we in een mozaïeke samenleving zoals Den Haag die is, een prachtig mooi eenheid kunnen vormen. En bovendien, het is voor de Hindoestanen een belangrijke gebeurtenis, belangrijke feestdag. Het nieuwe jaar, nieuw lente, nieuw leven. Dus in dat opzicht is het in alle opzichten belangrijk voor ons. En de optocht die we net een stukje hebben meegemaakt. Elk jaar hebben jullie dus een nieuw thema. Dit jaar is het thema geboorte en vernieuwing. Van waar de thema? Ja, je probeert natuurlijk aan elk jaar aan een optocht een thema te geven. Aan festijn een thema te geven. Dit jaar geboorte. Ja, als je kijkt naar de oorsprong van Holi, dan is dat natuurlijk ook een lentefeest. De bloemetjes gaan ontspruiten, de vogeltjes gaan fluiten. Een nieuw begin, nieuw lente, nieuw leven. Daarom een liefde. En vorig jaar was het thema het huwelijk. Wat kunnen we volgend jaar verwachten voor thema? Ik hoop dat wij volgend jaar ook iets kunnen bedenken over broederschap. Met elkaar samenleven, een goed cultureel burgerschap met een vormen en een mooie samenleving gaan maken. Want u vertelde net ook aan mij toen we in de optocht liepen van, ik vind het zo fantastisch dat er zoveel niet-Hindoes meedoen. Goedemiddag Den Haag. Hoe komt die ontwikkeling? Kijk, we zijn begonnen ongeveer 8 jaar geleden en je ziet dat in het begin al heel veel Hindoestanen meededen. En nu zie je dat de echte wijk betrokken is. Heel veel mensen van buiten komen naar Den Haag, speciaal om Holi te vieren. Dus in dat opzicht is het ingeburgerd in Den Haag. Het maakt onderdeel uit van de Haagse culturele palet wat wij te bieden hebben. Als je het niet doet, dan krijg je problemen. De mensen gaan vragen waar blijven Holi nou? Dus in dat opzicht is het zo dat wij Holi hebben kunnen grondvesten in Den Haag. En daar zijn we met elkaar in het En wat
wat is nou precies de kracht eigenlijk van het Hollyfeest in Den Haag? Dat het plaatsvindt in een wijk, in een wijk van Transvaal, en het Transvaal moet heel veel bestaan. En je ziet dat de multiculturaliteit komt tot uitdrukking komt in de samenleving. Heel veel mensen moeten staan en doen mee. Alle bevolkingsgroepen staan klaar voor jou mee te doen. Ondernemers, particulieren, mensen die zeg maar ook met reclame bezig houden, die melden spontaan aan hoe kunnen we ervoor zorgen dat Holly een mooi is. Dus jullie willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken en te verbinden bij het feest? Absoluut, dat is ook een van de redenen dat we er zijn. En we zorgen dat de wijk betrokken blijft bij alles wat wij doen. Want dan vind ik het toch wel heel erg grappig dat er door heel veel politici wordt gezegd van goh, de multiculturele samenleving is mislukt. Maar kijk, dit moet toch een tegendeel bewijzen? Ja, maar dat is podiumpraat voor die mensen. Ze moeten echt in de wijk komen kijken. Kijken wij hier met elkaar wonen. Dat is niet mislukt. Bovendien moet je daar een hele fout op hebben. En dat geeft ook iets aan dat wij er geen mee zijn. Dat is niet helemaal niet. Ja, want zoals je het hier ziet, er is gewoon feest, er is kleur. Iedereen heeft het hartstikke gezellig. Dus eigenlijk hebben ze niks om te zeggen. Bovendien wij zijn aangedaan. We hebben daar ook onze belasting bij. Wij hebben ook actief en passief kiesrecht. Dus als men zegt dat het mislukt is, lijkt het wel op de volledige schuld bij ons al te liggen. En ik vind het helemaal niet mislukt. Wij participeren in de samenleving. Wij zijn buitengewoon zichtbaar in Den Haag, in Nederland. Dus hoezo mislukt? Voorzitter, heeft u nog een mooie holieboodschap voor de kijkers thuis? Ja, ik wens iedereen een buitengewoon plezierig holiefeest toe en voor het leven. Maak er wat van. Heel veel plezier, liefde en vooral verdraagzaamheid met elkaar. Nou, je hoort het goed. Wij gaan in ieder geval even terug naar de optocht, want daar is het ook heel erg gezellig. Kiezen, deze muziek en deze sfeer, die ken je wel, hè? Ja, zeker, zeker. Holly, Hindakana, Chautal, Nagara, dat hoort er allemaal bij. Je bent beroep, je bent een professionele trommelaar en rolexpeler. Ja, nou, ik vind het daarvan, ja. Het is mijn hobby, mijn cultuur. Dat is wat ik net ook heb gedaan en daar hou ik van. Hey, je vader had speciaal voor de open-uitzending een bira ingestudeerd en daar had hij ook bepaalde kleding voor aan, hè? Kinderachtig of zo? Nee, absoluut niet. Ik ben er heel trots op. Ik ben er heel blij mee. En je kan het alleen maar voortdragen. Hey, dit soort hoogtijdagen. Oh. Holy, dit is bij uitstek het feest waarbij je dus bezig bent. Ja, absoluut, absoluut. Iedereen neemt massaal vrij. Iedereen gaat zich de tijd besteden om iets moois van te maken. Liedjes, optredens, een mooie dag van te maken. Hey, mooiste Holy herinnering?
Elk jaar steeds leuker en leuker. Ja, dat is gewoon, dat blijft gewoon. Jullie zijn ook in die optocht geweest, wat is daar gebeurd? Optocht, heel massaal, heel veel mensen met de brassband, bandjes, Chotaal, Tasa, wij zijn met Tasa meegegaan. Dans, van alles en nog wat. Allemaal blije mensen, Nederlandse, buitenlanders, Hindustanen, iedereen is één. En straks ga je naar huis, wat ga je dan doen? Als eerst al de nieuws. Maar het duurt tot dinsdag, hè? Het is tot dinsdag, Boerhammer, zoals ze dat zeggen. Dan zal het eindigen. Waarschijnlijk zal ik dan ook nog wat muziek spelen om het te eindigen. Oké, dus je bent nog niet uitgespeeld? Ik ben nog niet uitgespeeld, nee. Waar is je vader? Mijn vader die is hier. Hij is ergens. Ja. Straks gaan we hem opzoeken, dan praten we nog even door met hem. Maar hoe beleeft je vader dan? Ja. Hij heeft veel contacten en iedereen bespreekt hem aan en lachen, dansen, gieren en het is gewoon geweldig. Je ploft al met zo'n vader. Jawel, hey Kishen, ik zou zeggen ga lekker het veld in, maak nog een beetje feest en dan nog een fijne dag. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. Hey, holi aaye holi, rango ki rangoli, pastiyon ki dhoom tu macha. Holi aaye holi, rango ki rangoli, pastiyon ki dhoom tu macha. Kalon ko bhi rang do, rang hai baharon ka. Terwijl hier volop in gang is het Holi Festival, sta ik hier naast een Miss Charity van dit jaar en dat is Primika Boudou. Hallo. Hi. Hoe gaat het? Goed hoor, met jou? Je bent verrassend schoon, moet ik zeggen. Ja, gelukkig wel. Ik zat daar achter te wachten. Op het interview. Op het interview. En dan trekken we je toch nog het veld in. Ja, maar het hoort toch wel zo bij Holi. Ik heb een flesje met poeder. Ik ben niet bang hoor. Mag ik je een beetje? Mag een heel klein beetje. Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat doen. Want eerst doe je handje op, dan mag je ook een beetje. Kijk. Als je aan mijn hand kijkt, dan hebben we altijd een beetje. Nou, dat is toch wat, hè? Nou, dat is heel bescheiden. Ja, een beetje. Hey, vertel eens, wat is Holi voor jou? Holi is voor mij een nieuwjaarsfeest, een lentefeest en eigenlijk een heel nieuw begin van alles. Een nieuw begin? Een nieuw begin. Vergeet alles weg. Persoonlijk, wat zou een nieuw begin zijn? Wat zou je nu willen beginnen? Nou, eigenlijk, ik heb niet echt waarvan ik denk op nieuw begin. Ik heb eerder van verder gaan van waar ik afgelopen tijd mee bezig geweest ben. Namelijk dingen vervullen van Miss Charity. Hey, je doet dingen van Miss Charity. Wat houdt dat in? Nou, ik heb Miss Charity gewonnen bij de Miss India Holland verkiezing 2010. En daarbij had ik het meeste geld ingezameld, namelijk €3000 in het voortraject van Miss India. En ik heb ook daarbij dat daar? Nou, het is een project in Rajasthan en daar gaan we arme scholen een beetje renoveren en nieuwe schoolmateriaal leveren. Oké, dus je bent bezig lekker met goede doelen en dergelijke. En als jij straks naar huis gaat, even terug naar je persoonlijke sfeer, wat ga je allemaal doen vandaag? Nou, ik ga lekker gezellig met mijn gezin dus en met mijn familie gewoon lekker samen zijn en lekker wat eten. En wat eet je dan vandaag? Barra's. Hoort er natuurlijk bij, hè? Oké, ik vind het toch als je er heel uitziet. Dus ik weet niet of iemand je nog de grazen gaat nemen. Pas wel, hè. Hey, ik wens je nog een hele fijne dag.
natuurlijk in het teken van bezinning. Nieuwe start maken, al het negatieve achter je laten. Wat ga jij anders doen dit jaar? We hopen dat het allemaal goed komt met mij. Ja, ik wil alle negatieve dingen achter me laten en alles komt goed. Zoals wat? Wat heb je allemaal meegemaakt de afgelopen jaar? Lucht je hart? Gezond leven, stoppen met roken, verder gaan met gewoon met mooie dingen doen voor volgend seizoen en volgend jaar ook. Dat zijn hele mooie voornemens. Ja, ja, ja. Die heb ik bijna elke dag, vooral vandaag. En hoe overwin jij nou teleurstellingen? Hoe doe je dat nou precies? Meestal, ja, je moet altijd denken dat je krachten, niet dat je problemen. Maar vanuit je kracht probeer je zeg maar naar voren te gaan. Nooit denken uit je problemen, maar uit je kracht. Uit je kracht denken, oké. Okay. Nou, Ineke Vrede, u bouwt scholen onder andere in Nepal en een ontwikkelingsprogramma. Nou, echt leuk dat u er ook bij bent. Heeft u nog steeds naar uw zin? Ja, heel erg. Het is hier zo kleurrijk, zo gezellig. Het is fantastisch. Wat voor betekenis heeft Holi voor u? Voor mij heeft Holi mensen, ja, als je ze ziet, allemaal bij elkaar, door elkaar, allemaal feest, alleen maar leuk. Ja. Maar Holi is natuurlijk niet alleen maar een feest, het is ook, staat ook in het teken van bezinning. Wat voor rol heeft bezinning in uw leven? In mijn leven heeft bezinning, eigenlijk 10 jaar geleden een hele nare periode gehad. En toen ben ik naar Nepal gereisd om daar even mijn hoofd leeg te maken. Waar geen scholen waren en die kwam uit het onderwijs. En toen dacht ik, nou hier kan ik iets gaan betekenen. En toen ben ik de stichting Timding gestart. En we bestaan nu 4 jaar. We hebben al 4 scholen en 2 prachtige bibliotheken. Dus ja, het is echt helemaal fantastisch. En als u nou een teleurstelling meemaakt, hoe gaat u er dan mee om? Hoe bezint u? Gaat u mediteren? Of? Nee, mediteren dat lukt mij niet zo goed, maar wel sporten. Succes. En dan hebben we hier Ludo Keizer. En nou ben ik echt wel benieuwd wat voor mooie holieboodschap jij nou had. Mijn mooie holieboodschap? Nou, ik heb eens om me heen lopen kijken en me lopen bezinnen op het feit van een festival en het met kleuren te maken. En eigenlijk denk ik dat we in ieder geval de combinatie moeten zoeken tussen Zwarte Piet en het holiefestival. Want het kan niet langer meer dat Zwarte Piet maar 1 kleurtje heeft en hier al die prachtige kleuren om je heen. Dus als we nou dit kleine stukje leren van het Holi Festival en dat zeg maar integreren, wordt integratie ook nog eens keertje, maar dat integreren in Zwarte Piet, dan hebben we gekleurde pieten en maken we gewoon 1 groot feest van met z'n allen. We moeten er 1 groot feest van maken, vind jij? Dat lijkt me een hele goeie. Absoluut. En als je het nou zo om je heen ziet, heeft het ook een soort spirituele betekenis voor jou? Nou, spiritueel? Het is in ieder geval wel dat je, voor mij in ieder geval, dat je nadenkt ook over hoe je bezinning zeg maar op verschillende manieren kan vieren of daarbij stil kan staan. En dat kan je doen door het heel serieus aan te pakken en dat kan je ook doen door er een feest van te maken. En ik denk dat dat dan een mooie les is voor ieder die dit niet kent, dat je ook kan bezinnen en ondertussen heel veel lol kan hebben. Nou, we gaan er zeker een feest van maken. Hebben jullie het nog naar jullie zin? Oké, nou zeker. Dan gaan we nu even naar een ander interview kijken. Ik zie je zo. Met de wethouder die misschien een beetje onherkenbaar is geworden, maar dan zullen we vertellen wie het is. Wethouder Marnix Noorden in Den Haag. Wethouder, wat vindt u hier nou van? Ja, is toch geweldig. Trouwens begint het met zeggen Soep Holi, hè? Daar beginnen we mee. Daar beginnen we mee, Soep Holi. Zelfs een interview, ja. Soep Holi. Nee, het is wel echt fantastisch. Kijk, Den Haag, er wonen natuurlijk 50.000 Hindoestanen. De Hindoestaanse hoofdstad van het vaste continent van Europa. Precies. En dat blijkt ook bijvoorbeeld wel, we bouwen hier ook de grootste tempels van het vaste continent. Het leeft hier. En ja, ik zou zeggen, kijk om je heen. Het golft bijna over het plein hier zo. Het is één groot feest. Wat was uw eerste kennismaking met het Holi-feest? Was dat dit jaar of had u daar al kennis van? Nou, ik had er wel kennis van, dus ik ken het feest wel.
En ik was ook wel eens mensen tegengekomen die het gevierd hadden. Maar dit, nee, dat het zo kleurrijk was. En ja, godzijdank hadden ze tegen me gezegd van doe een oud pak aan. Nou, dat is maar goed ook. Dus ik kan het hele zaakje straks in één keer naar de stomerij brengen. Ja, want ik wou net zeggen, u zijn waanzinnig. Maar als u zo thuis komt en uw vrouw ziet het. Nou, mijn vrouw heeft meegenomen. Oké. Dus die is waarschijnlijk, ziet er een beetje zo uit als u. Die is ongeveer net zo. Mijn kinderen, mijn moeder, we zijn niet met elkaar. Nee, ik had wel door dat het echt wel een festijn zou worden. Dus ik had ze allemaal meegenomen en we genieten er met elkaar. Want het is geloof ik ook echt een Oostaans familiefeest natuurlijk ook, hier ook. Iedereen had het positief uit elkaar. Het is toch het begin weer van de nieuwe lente, nieuwe groei. Ik vind het verbroedert heerlijk feest, echt een heerlijk feest. Dus dat u het zegt, verbroederingsfeest. Nu, is het in Nederland, is het een beetje aan het veranderen, hè? Het klimaat wat betreft culturen die tegenover elkaar komen te staan. Een partij die bepaalde extreme opvattingen heeft, die roert zich ook in Den Haag. Dit feest, hoe zouden zij er tegenaan kijken? Hoe zou dit feest kunnen bijdragen aan een soort verbroedering? Nou, het is Hindoestaans en ik merk dat Hindoestaan ontzettend veel draagvlak hebben in de stad. En ik zou ook vertellen hoe dat komt. En toch een heel groot compliment uitdelen. Hindoestanen zijn mensen die stappen naar voren in de samenleving waar ze zijn. Ze zijn onderdeel van Den Haag. Ze spreken goed Nederlands. Ze werken op normale banen, zeg maar. Onderdeel van de samenleving, steken hun handen uit de mouwen. Dat wordt gewaardeerd. En dat geldt, denk ik, voor alle migranten. Als je hier bent en je wordt onderdeel van de stad, krijg je ook waardering terug. En dat is wat Hindoestanen ook terecht voelen. Vandaar dat ik nog niemand heb gehad die klaagde toen ik zei van laat hij maar een aantal Hindoestaanse tempels bouwen. Groot draagvlak. Iedereen zegt ja, goed idee. Past bij de stad, past bij de Haag, past bij de mensen. Doe maar. En ook zo'n feest past bij de mensen natuurlijk. Ja, en ik zie er ook heel veel mensen van niet-Hindoestaanse afkomsten rondlopen. Dus het wordt ook echt een feest van iedereen. Het maakt mij helemaal blij. Als ze daar binnenkort vragen stellen, hey, maak er een nationale feestdag van. Zou je zich daar sterk voor maken in Den Haag, maar ook een beetje richting landelijk? Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk dat al die Hindoestanen uit Leeuwarden, zodat die ook allemaal hier naartoe komen. Ja. Dus wat mij betreft houden we het hier, maar maakt het wel groter en groter. Ja, ik begrijp het. Ja. Meneer Wethouder, bedankt voor de interview. Ja. Nog een fijne dag. Superholi. Superholi. Maak me los. Geef me spullen terug, dan gebeuren er geen ongelukken. Mijn handen zitten los, hoor. Ik heb hier mijn macht, man. Ik kan doen met je wat ik wil. Ram, weet je nog waarom we in zaken zijn gegaan? Je doet helemaal niets. Nada. Capiche? Ram, mijn mannen komen zo. Die maken je af, ze slopen je. En jij doet helemaal niets. You can't make me an offer I can't refuse. It's in silence I kill you. Niet eens I'll be back. Ram, je mag geen geweld gebruiken volgens je geloof. Je bent hindoe. Je bent hindoe. Je bent een hindoe, Ram. Ram is hindoe. Ja. Ik mag geen geweld gebruiken.
Islam is hindoe. Raam Fiet Pagwa. Soep holy. Ram is hindoe, hè? Ram houdt van puja. Ik ben hindoe en ik zie Diwali. Ik ben hindoe en hou van Diwali. Ali, Ali, Diwali, Ali, Diwali, Ali. Shashi Roepram, kan je jezelf even voorstellen aan onze kijkers? Hallo, ik ben Shashi Roepram, ik ben 28 jaar en ik zit in het bestuur van de PvdA in Den Haag. In het bestuur van de PvdA in Den Haag dus, hoe belangrijk is het nou zo'n festival? Heel erg belangrijk. Den Haag is een multiculturele stad. Hun Ustanen zijn de grootste allochtone bevolkingsgroep. En hier kan je zien dat Nederland een beetje multicultureel is. Het is heel mooi om te zien eigenlijk. Hindustanen moeten meer van zich laten zien en meer van zich laten horen. En bij Holi zie je alle Hindustanen op straat en feestvieren dus. Maar je zegt wel Hindustanen, maar ik zie ook heel veel niet-Hindustanen dit jaar erbij. Klopt, Den Haag is een multiculturele stad en Holi is voor iedereen. En het komt vanuit de Hindustanse gemeenschap, maar het is een festival voor iedereen. Dus. Want hoe belangrijk vinden jullie dat ook andere culturen hier aan deelnemen? Of is dat niet het voornaamste doel? Ja, het is heel belangrijk. En daarom is het ook goed dat het gewoon in het openbaar wordt gedaan, zodat iedereen aan kan sluiten. En dat we niet Holi alleen maar vieren thuis in de thuissfeer, maar dat we ook gewoon laten zien dat er ook Hindustanen zijn in Den Haag. En dat iedereen kennis kan maken met het Holi-feest. Want het is natuurlijk een feest van gelijkwaardigheid en verbroedering. Maar dan is het toch heel frappant dat er gezegd wordt door CDA-leden... van, de multiculturele samenleving is mislukt. Wat vindt u daar dan van? Ik denk niet dat je kan stellen dat de multiculturele samenleving mislukt is. Je kan zeggen dat het beleid ten opzichte van de multiculturele samenleving... wat het kabinet heeft gevoerd en afgelopen jaren, dat mislukt is. Maar de multiculturele samenleving aan zich is niet mislukt. Waarom niet? Want je kan niet tegen mensen zeggen dat ze mislukt zijn. Kijk, allochtonen zijn hier, Hindustanen zijn hier, Marokkanen, Turken. En we blijven hier. Dus je kan niet tegen die mensen zeggen je bent mislukt. Want hoe ga je dan het debat voeren? En politiek is er om te verdelen en om te verbinden en niet om te verdelen in principe. Dus je moet eigenlijk dingen zeggen wat mensen met elkaar bindt en niet wat je mensen verdeelt met elkaar. Want mensen gaan er nu een radicale houding aan nemen. Misschien jonge mensen, jonge moslims bijvoorbeeld. Zullen die daar niet een radicale houding aan gaan nemen? Ja, zeker. Zeker, want zij zullen zien dat hetgeen wat politici zeggen, dat ze daar helemaal geen affiniteit mee hebben. En zullen ze meer verwijderd zijn van de politiek. En dat moeten we niet hebben. Wat kunnen wij dan doen om mensen erbij te kunnen betrekken? Wat heel goed is dat politie zich ook laten zien, is ook naar dit soort feesten gaan. En let op je woorden. Kijk, iedereen telt mee binnen de Partij van de Arbeid. En we moeten laten zien dat ook echt iedereen meetelt. En daarom zijn dit soort feesten juist heel goed. Iedereen telt dus mee. We gaan even door naar het programma. Ik kan het even niet meer horen. We gaan even kijken. 1, 2, 3. Shoot, holy! Alright, mensen. Hey, 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 hey
के जीना के लिए समझाए मोहनवा कोई बोला के ले आए राधा के जीना के लिए समझाए मोहनवा कोई बोला के ले आए जीना का मालिक बदल गए दे हो ओ रंग डाल के मोहनवा निकल गई ले हो रंग डाल के मोहनवा निकल गई ले हो रंग डाल के मोहनवा अरे गोरा गोरा तनवा मसल गई ले हो अरे गोरा गोरा तनवा मसल गई ले हो रंग डाल के मोहनवा निकल गई ले हो रंग डाल के मोहनवा निकल गई ले हो रंग डाल के मोहनवा Okay, let's all of it. Hey, 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 hey,
tussen Den Haag heb ik ook wel dingen horen roepen. In de krant lees ik dat die partij, weet je wel, die van die harde uitspraak doet, de PVV, roept van ja, die allochtone broodgooiers. En kortom, verharding in Den Haag van het klimaat tussen bevolkingsgroepen. Dit feest is bij uitstek het feest om mensen bij elkaar te brengen. Ja. Nou, dit is dan bij uitstek een voorbeeld van de verbroedering, waarbij je zal zien dat iedereen het op een nette manier doet, zonder dat je enige vorm van haat merkt. En je ziet ook wel dat, eigenlijk moeten die politici veel meer naar de mensen op straat gaan luisteren en niet zozeer uit hun eigen hoofd allerlei dingen gaan zeggen. Want het leeft niet echt op straat. Ja, natuurlijk heb je hier en daar wat rare dingen, maar ja, waar heb je dat niet? Wat vindt u eigenlijk van Nederland op dit moment? Het is natuurlijk een land waar u hard werkt, uw brood verdient. Ik bedoel, u heeft een hele carrière gemaakt in Nederland, u heeft een gezin. Even los van Holly, wat vindt u van Nederland nu? Nou ja, kijk, Nederland is natuurlijk een democratisch land volgens de westerse principe. En dat is mooi. Laat ik zo zeggen, Nederland is een mooi land. Het is een welvarend land. Iedereen die hier woont krijgt de mogelijkheden om zich te ontplooien. En ontwikkelingen die er zijn op maatschappelijk vlak, dat zijn zaken die afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de wereld. En ik denk dat het altijd zal komen en gaan. Ook wat je nu hoort, die verharding en zo, dat is allemaal tijdelijk hoor. Is vandaag niet te zien, want vandaag zie ik alle culturen door elkaar. En vandaag zie je dat helemaal niet, dat is allemaal perfect. Kijk, dat wordt. Ja, dat is helemaal geen probleem. Maar waarom heb je dan toch die mensen die proberen te focussen op die negatieve punten, terwijl er zoveel positiefs is? Er zijn altijd een groep in de samenleving die wil aansluiten bij een bepaalde groep. Dat is populisme. Ja, door juist die groep die nergens thuis horen met dit soort uitspraken naar elkaar, naar zich toe te trekken, dat is politiek. Wat wilt u vandaag tegen die mensen zeggen? Ik wil tegen die mensen zeggen, kom maar hier kijken. Dan zult u zien dat er absoluut geen enkel verschil bestaat tussen wie en waar je vandaan komt. Zeker Den Haag als multiculturele stad bruist vandaag van de kleuren. En komt u maar kijken. Kom hier in een paper weer. Holy, iedereen over de mensen van. I'm gonna make it.
Ja, dag Soraya, mijn naam is Ajay Mangal, ik werk voor de organisatie Stichting Art of Living. En ik heb hier zo net een korte lezing gegeven over Holi, iets dynamisch, iets interactiefs. En ik ga iets vertellen over WCM. Nou, vertel, wat is het precies? Nou, WCM staat voor World Culture Festival. Dat vindt plaats op 2 en 3 juli in Berlijn. En dat festival dat noemen we eigenlijk ook wel Rainbow of Colors. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de plek waar we nu staan. Holi. Waar heeft Holi mee te maken? Dat heeft eigenlijk te maken met het bij elkaar brengen van verschillende culturen. Mensen van verschillende komaf. Dat doen we daar in het groot. 2 en 3 juli vindt dat plaats in Berlijn. Olympisch Stadion Berlijn. Let op, Olympisch Stadion Berlijn biedt zitting aan 77.000 man. Er komen mensen uit alle verschillende uithoeken van deze wereld. Argentinië komen 2500 man. Zuid-Afrika. Het zal een culturenfestival zijn met eigenlijk allerlei soorten van... hoe kan ik dat anders zeggen? Met allerlei soorten van onderwerpen. Nou, het klinkt echt helemaal fantastisch. Ja, is het ook. Ja, het klinkt nog helemaal super. Ik ben helemaal enthousiast. Maar hoe bent u op het initiatief gekomen? Het initiatief is eigenlijk ontstaan uit onze organisatie. Dat betekent Stichting Art of Living is de initiator. Daarnaast zijn er andere mensen die daar eigenlijk ook aan meewerken. We zijn heel erg trots op het feit dat in ons receptiecomité Ruud Lubbers zit. Er komen verschillende politici bijeen, academici. Er is een World Youth Conference dat zal plaatsvinden. Er is ook een Women's Conference die zal plaatsvinden. Het is het grootste evenement op het gebied van yoga dat ooit heeft plaatsgevonden in Europa. Kleuren zullen ook. Hè? Het is nogmaals het bij elkaar brengen van alle culturen en kleuren. Wat er ook zal plaatsvinden, omdat we praten over cultuur, is dus dat er bijvoorbeeld een groot optreden zal zijn met 7000 gitaristen. 1500 drums uit Afrika. Er zullen ook 30 pianisten zijn uit Nederland die allemaal op zullen treden. Er zullen duizenden mensen tegelijkertijd zijn die in één keer de Surya Namaskar zullen doen. De zonnegroep. Het is een evenement waar je u tegen zegt en wat ze weer gaat niet kennen. En wat vindt u dan van zo'n festival? Natuurlijk op iets kleinere schaal, maar ook een beetje met dezelfde betekenis, toch? Dezelfde betekenis. Waar het om gaat is dat we iets samen doen. En ik ben heel blij dat dit bestaat. Kijk, kleuren komen overal vandaan. We zijn aan het kletsen. Ineens heb ik gewoon in mijn lens blauwe poeder gekregen. Maar vandaag mag het. Vandaag is het gewoon oké. Vandaag mag het. Vandaag is het oké. En ik denk dat het eigenlijk buiten het poedergedeelte, maar het is belangrijk dat iedereen elke dag feest viert. Er zal bijvoorbeeld ook een vredesmeditatie zijn ten tijde van het jubileum. Want wij vieren ook ons 30-jarig jubileum op dat moment. Art of Living bestaat ook 30 jaar en is opgericht door Sri Sri Ravi Shankar. Hij is de oprichter van deze organisatie. Er zal ook een vredesmeditatie zijn. Kan je je voorstellen, 77.000 man bij elkaar, absolute stilte. Te midden van eigenlijk 77.000 man. Het is iets waar ik en ieder van harte voor zou willen uitnodigen, omdat het is maar 5 uur hier vandaan. En dit is iets, als je een statement wilt maken en je wil iets doen. Zoals die meneer hierachter. Die meneer hierachter doet, dan moet je soms gewoon je kansen pakken. En dit is een kans dat is 1 uit 1000. Dus eigenlijk iedereen moet er naartoe komen. Waar kunnen ze meer informatie vinden? www.worldculturefestival.org. www.worldculturefestival.org. Anderzijds misschien makkelijker te onthouden, daar is ook een link. www.aofl.nl www.aofl.nl. Volgens mij is het duidelijk. We gaan dus even kijken. We gaan nu even door naar een ander interview. Hartstikke bedankt. Dankjewel, en Soep Holi, veel plezier nog. Soep Holi. Soep Holi.
ಇಲ್ಲಿ ಹಜಾರು ಸಾಸಿ ಮನೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಕಾ ಉತ್ಸವ ಫಾಗುನ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ಕೂ ಮನೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜುಡಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜುಡಿ ಹೋಗಿ ವೇದ ಹಜಾರು ಸಾಲ ಪಹಲೆ ಫಾಗುನ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾತ ಭೈಷಜ್ ಯಜ್ಞ ಕೇತೆ ಭೈಷಜ್ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಕೇತೆ ಕ್ಯೂಕಿ ಭೀಷಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಔಷಧಿಯ ಡಾಲಿ ಜಾತಿ ಐಸ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಫಾಗುನ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಸ ಪಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ಜನ್ ಕರ್ತಿ ರೋಗ ಬಹುತ ಲೋಗೋ ಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಹವನ ವಿಶ್ವ ಲೋಕ ಔಷಧಿಯ ಡಾಲತೆ ಐಸ ಸೋಚತೆ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಹವ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋಗಿ De voorbereidingen voor het Holi-feest beginnen weken van tevoren. In India versiert men met bloemen de plek waar men bijeenkomt. De brandstapel waar later het kwade op wordt verbrand, is lang van tevoren klaargezet. Vasant Panchami se hi Holi ka Holi utsav ka prarambh ho jata hai. Vasant Panchami ke din charahe par रेड़ी के पेड़ की एक सूखी डाल रख दी जाती है और फिर हर दिन इसके आसपास सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं. ये इकट्ठा होते होते फागुन मास की पूर्णिमा तक ढेर लग जाती है सूखी लकड़ियों को और फिर फागुन मास की पूर्णिमा होलिका दहन मनाया जाता है. लोग आते हैं, लोग एक दूसरे के माथे पर गुलाल लगाते हैं और खुशी मनाते हैं और साथ साथ चौताल या झूमरा या होली के धमाल और गीत गाते हैं. Avond voor het Holi-feest vindt hij de Holika de Hun plaats. Het is een avond vol bezinning. Alle slechte eigenschappen als jaloezie, haat en egoïsme moeten in het vuur worden verbrand. Holi ke utsav se puranon ki ek aur katha juri hui hai. Wo katha hai Hirnyakashipu, Raja Hirnyakashipu ki aur unke bete Prahlad ki. Hirnyakashipu bahut samriddh, dhani aur balwan raja tha. और उसका एक पुत्र था प्रहलाद. प्रहलाद बहुत दयालु था. हिरण्यकश्यपु अपने अभिमान से बट थोड़ा निर्दय हो गया था. लोगों को सोचता था कि बस उसके बराबर कोई और नहीं है और सब लोगों को उसी की पूजा करनी चाहिए. प्रहलाद ने सोचा कि नहीं, उससे भी बड़ा कोई और है और वो है विष्णु या भगवान. और प्रहलाद विष्णु का भक्त था. उसने कहा, विष्णु तो हर जगह विद्यमान है, वो तुमसे भी ऊँचे हैं, इसलिए तुम अपना अभिमान दूर करो. परंतु हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगी. उसने कहा, तुम इतना विष्णु विष्णु करते हो तो ठीक है, आज उसकी परीक्षा हो जाएगी. हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका. होलिका को ये वरदान था कि कोई उसे जला नहीं सकता. उसने होलिका से कहा, बहन तुम पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ और मैं आज परीक्षा लूँगा. अगर विष्णु भगवान हैं तो वो उसे बचाएंगे और तुम तो वैसे भी नहीं जल सकते. तो उन्होंने सूखी लकड़ियों का एक ढेर लगवाया और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई. अग्नि जला दी गई और उसी में होलिका भी जल गई, परंतु प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला. ये कहानी इस बात का द्योतक है कि जो बुराइयाँ हैं, जो अभिमान है, इतना घमंड है, इतना गुमान है, वो कभी भी व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते. और ये इसके साथ होली का दहन जो किया जाता है, होली जिस दिन खेलते हैं उसके एक दिन पहले आज भी होली का दहन करते हैं और उसमें लोग अपनी सारी बुराइयाँ, सारे दुर्गुण जैसे होली की आग में जला देते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं.
steeds grotere groep mensen in Nederland die vindt dat je zelf moet kunnen bepalen wanneer het leven voltooid is. Maar geeft een voltooid leven ook het recht om te sterven? En hoe zit het bij de Hindoes in Nederland? Moet je dan wachten op de dood? Of mag je zelf bepalen wanneer het genoeg is? Check de volgende top nu, waarin ik op zoek ga naar de antwoorden. Barry Dumry, ik sta hier met Barry Dumry. Voor jou is Holly natuurlijk een hele drukke periode, want jij bent zanger, dus je bent altijd aan het zingen. Nee, ik ben sowieso ten eerste voor alle mensen thuis, allemaal soep Holly. En ja, zoals ik Den Haag, ja, het is mijn eigen thuisstad om het zo maar te noemen. En ik ben hier gewoon elk jaar, dus gewoon vet. Den Haag is jouw thuisstad. Dit festival is gewoon begonnen ooit als een... De eerste keer was een keer georganiseerd, maar nu wordt het steeds groter. Ja, zeker. Ja, je ziet het, hè. Het wordt gewoon drukker en drukker, maar... Ja, ik wil weten hoe meer zullen meer vreugde, zo zeggen ze dat. Dus ja, sowieso. Hey, hoe is je holiday-dag begonnen vandaag? Nou, ik was vroeg op, ik was 10 uur op, gelijk helemaal klaar worden. We hadden eerst zo'n hele holly-optocht gehad hier in het Trafalpark en een beetje hier in de buurt. Yeah. Dus een beetje de mensen entertainen, weet je. Een hele optocht, hele dingen. En ja, ik moet zo meteen even het podium op. Wat ga je straks doen? Even als gastlanger ben ik, moet ik even 2 nummers zingen. Welke nummers? Ja, het zijn echt een kinderen, je weet toch. Het is een verrassing, ik moet even luisteren. Oké, dus we gaan... Nee, anders zou ik je uitdagen om nu even een stukje te laten horen. Oh, tuurlijk. Ja, doe een stukje. Moet ik het doen? Oké, een klein stukje voor de kijkers. Ja, eerst je haar goed doen natuurlijk. Eerst mijn haar goed, hè. Ja, ik heb altijd last van het haar, jongen. Het is echt erg. Afknippen? Nee, dat doe ik niet. Nee, joh. Nee, doe je ding. Is goed. Klein stukje. Speciaal voor mensen thuis. Tali se tali milere more papua paje dhol mirdang man se man ka mel jo to rang se mile jaye rang holi khele raghuveera holi khele raghuveera ja nou en dat is een van de meest bekende liedjes, hè? Een van de bekende liedjes. Ja, echt. Wat? Oh, daar komt iemand dan. Sjoe. Oké. En dat. En dat gaat de hele dag door, mensen. Ja, je ziet het, hè? Je ziet het. Oh ja, natuurlijk. Alles goed, hè? Fredos? Nee. Waar komt dat vandaan? En zo gaat het de hele dag door. Ja, ja, zo gaat het de hele dag door. Mooi, man. Ik wens je nog een. Het hoort erbij. Hoort erbij. En dat kost ons wat water straks om het alles eraf te spoelen. Zeker. Maar ik wens je een fijne dag en we gaan straks naar je kijken. Ja, nog fijn. Sjoboli.
Dank u wel, dank u wel. Somali! Namens Renda Meijin. Oké, mag een daverend applaus voor Taza Groep Sunder Hira. En Tanja, het is hier zo ver. प्रकृति का जीवन इस समय शुरू होता है। सारी प्रकृति फूलों से लद जाती है। कहीं सरसों के पीले फूल, तो कहीं पलाश के लाल फूल, तो कहीं सफ़ेद और नारंगी हरसिंगार के फूल, हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। लोगों का मन भी इससे खुश हो जाता है। लोगों का मन खुशहाली से भर जाता है। लोग एक दूसरे को होली के रंगों से रंग देना चाहते हैं। गीत अपने आप ही होठों पर आने लगते हैं, ताल थिरकने लगते हैं, पैर थिरकने लगते हैं और होली खेले रघुबीरा अवध में के गीत से सब पूरा समाज गूंज उठता है। इस समय ना कोई भेदभाव होता है, ना धर्म का भेदभाव होता है, ना जाति के ऊंच और नीच का भेदभाव होता है, ना बूढ़े और बच्चे का भेदभाव होता है, ना गोरे और काले का भेदभाव होता है। सब भेदभाव भूल के लोग आपस में एक दूसरे को होली के रंग से रंग देते हैं और उनसे गले मिलते हैं और उनको होली के उत्सव में बनाई हुई मिठाइयों से खाते हैं और उनके साथ खिलाते हैं। होली एक सामाजिक या सामूहिक त्यौहार है। लोग आपस में मिलते हैं, खुश होते हैं, खाते पीते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि वो ये क्या थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूलने आए हैं? असली बात तो ये है कि जब तक उनके मन में सुख और शांति नहीं है, तब तक ये आपस में मिलने या खिलाने पिलाने या उत्सव मनाने में उनका दुख बस थोड़ी देर के लिए ही दूर होगा। इसलिए होली का ये उत्सव बाध्य करता है मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपने दोषों को देखने के लिए, अपने अवगुणों को देखने के लिए और उन दोषों को अवगुणों को देखकर उसको दूर करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। और जब एक बार अपने मन में सुख और शांति स्थापित हो जाएगी तो परिवार में भी सुख और शांति होगी, फिर देश में भी सुख और शांति होगी और इस तरह पूरे संसार में सुख और शांति स्थापित हो सकती। ये भी होली का एक संदेश है। Je zou zeggen het is een hindoe-feest, maar hier in Nederland mag natuurlijk iedereen eraan meedoen. Sowieso is het een feest voor iedereen. En ik zie hier door de kleur heen toch nog dat ik hier te maken heb met blanke Nederlanders. Waarom bent u hier? Super mooi die kleuren, om het begin van de lente te vieren. Hey, en hoe wist u dat hier dat festival had? Oh, ik zocht gisteravond op Google, want ik wilde heel graag de lente vieren. Dus ik typte gewoon in lente 24 maart en toen kwam dit en toen dacht ik dat is perfect met die kleuren. En nu hangt hier, uw zoontje hangt aan u hier en hij is ook mooi. Ja. En wat vindt hij ervan? Hoe vind je het, Sky? Vind je het leuk? Wat zei je net? Als je iemand kleuren geeft dan? Dan krijg je ook kleur terug. Ja, mooi hè? Dat zei hij net tegen mij. En wat? Hij heeft ook lopen gooien. En wat vindt u van die gedachte? Ja, heel mooi. Echt, het is ook om al het slechte achter je te laten en met kleur en leven de lente in te gaan. Je ziet die uitbundigheid bij alle mensen. Nou ja, het weer speelt voor de hoop. Het is echt lente. Ja, het is echt helemaal lente. Dit... En waarom wilde u zo graag de lente vieren? Oh, omdat... toch een heel mooi teken van leven, dat alles weer terugkomt en dat alles weer kleur krijgt en dat je ook weer nieuw kan beginnen op allerlei manieren, dat je ook weer opnieuw hoop en vreugde en plezier kan zoeken en vinden. En... Maar waarom wilde u persoonlijk dat? Ik was er wel aan toe. Waarom? Om een streep te zetten onder een bepaalde periode en gewoon weer helemaal nieuw leven in te blazen. Want u zegt, u bent op Google gaan zoeken naar van waar wordt lente gevierd. Had u zelf de verbinding al gemaakt met het Holyfeest? Nee, helemaal niet. U bent gewoon gaan googlen op lentefeest en het bleek dat er vandaag Holy is. Ja. Het is een feest wat miljarden mensen vieren, wist u dat? Ja, dat wist ik wel. Maar ik wist niet dat ik er zelf aan mee zou doen vandaag. Ja, we gaan lekker
swingen ook hier. Nee, joh, ja. Is dat uw man? Ja. Nou, kom er eens bij. Waarom danst u niet mee? Ik moet nog een beetje in de stemming komen. Wat is de stemming ook? Nou, kom maar. U bent Duits. Do you speak Dutch? Ja, zeker. Oké, okay, wat vindt u van het feest? Ja, geweldig. Helemaal nieuw voor mij. Belevend ervaring. En eigenlijk hetzelfde wat zij zei. En ja, ik vind het echt super geweldig en kleurrijk. Wat het ook is, jullie hebben de streep onder getrokken en we gaan positief er tegenaan. Ja! Shumoli! Shumoli! She's right. Nice. If you really love me, I would not stay. If he didn't hurt me, I'd never go away. We had someone kiss, could have meditated, treated me badly, and now it's too late for you, my heart is everybody. Oh,
Het gaat heel goed. Het is reuze gezellig hier. Het is echt feestelijk vandaag. Want jij staat natuurlijk op het podium te presenteren. Vind je het jammer dat je nou niet hier tussen staat tussen alle mensen? Best wel eng eigenlijk aan de ene kant. Want ik meestal zie ik het van die kant en nu zie ik het van deze kant. Maar het is wel reuze gezellig, moet ik zeggen. Ja. Hoe hebben ze jou nou ondergekleurd gekregen? Hebben ze zo ver gegooid? Nou, ik kwam dus helemaal netjes gekleed in de wit, kwam ik aangelopen 's ochtends. Ik dacht, oké, ik ga presenteren, kijken of ze me netjes houden. Nou, 1 minuut, daarna was ik onder. Maar dat vind jij helemaal niet erg? Nee, het hoort erbij. Het zijn kleuren, geven feest aan, dus dat hoort. En wat betekent Holly nou voor jou? Holly betekent voor mij mensen samenbrengen. Samen feesten. Maakt niet uit wat voor kleur je bent, je viert het gewoon samen. Je bent vandaag alleen of heb je familie ook meegenomen? Wat zei je? Heb je familie ook meegenomen vandaag of vier het alleen? Ja, familie zijn er ook daar en nog meer mensen. Hoe ben je nou opgevoed, ook met het Hindoe cultuur? Nou, ik ben niet echt opgevoed met Hindoe cultuur, maar ik ben van een ander geloof. Maar toch, ik vier het mee omdat heel veel vrienden van mij en familie zijn Hindoe, dus vandaar dat ik het mee vier. Ja. Maar je vindt het dus wel belangrijk hier, kijk, iedereen is lekker aan het meefeesten. Als je straks naar huis gaat, wat ga je dan doen? Het is gewoon gezellig meefeesten. Kijk, het is een uitnodiging wat het geloof je uitbiedt. Van kom, vier het samen. Dat doet elk geloof en dat is het mooie aan geloof. Wie heb jij nou vandaag als eerste soepolie gewenst? Mijn vriendin. Je vriendin? Ja. Ook met poeder? Ja, ook met poeder. En dat vond ze leuk? Ja, dat vond ze hartstikke leuk. Was, Nou, gezellig. Heb je al lekker gegeten hier? Ik heb lekker gegeten. Ik ga zo meteen weer eten. Ik heb nou even pauze, dus nu heb ik even een beetje tijd om te gaan eten. Wat is er nou eigenlijk allemaal verder nog te doen? Optredens, lekker eten. Wat kan je nou nog meer doen hier vandaag? Je kunt mensen ontmoeten. Wat ik hier veel heb, ik ben heel veel bekende vrienden, familieleden tegengekomen. En dat is gewoon het leuke. Het brengt echt iedereen samen. Het is gewoon een heel gezellig feest. Iedereen samen en gezellig. Ja. Heb je nog een leuke holyboodschap voor de mensen? Ja, maakt niet uit wat voor kleur, maakt niet uit wat je doet. Wat nu mis in Nederland is het sociale leven. Dat mensen menselijk worden en dat mensen bij elkaar als eenheid staan. Wat ik wil brengen als boodschap is dat we als Nederlanders, maakt niet uit wat je bent, of je woont in Nederland of niet, laten we eenheid vormen. Eenheid, dat brengt macht. Prachtige boodschap. Ik vind het helemaal fantastisch. Hey, maar nog even, het is echt heel erg druk, hè, dit jaar. Ja, echt helemaal druk. Hoe komt dat nou? Mooi weer, denk ik. Nou, mooi weer. Iedereen ontwaakt, Nederland ontwaakt. Nou, super. Veel plezier nog vandaag. Dankjewel, Sarijn. Ruimte in haar broek. Echt geweldig. Heel het publiek gaat helemaal los op haar. Leuk. Right. We going like that, right? We going like that. So one, get ready to sing. Holi brings people together. It's a color festival of color, and that
that's what it gives you, more lightning, enlightenment, and enjoy and fun. That's. And we are celebrating life, and also all the things that we have been through in the year before. Of course, negativity, we should forget it. Yeah. What would you like to forget? Yeah, I would like to forget all the things going on around the world and just enjoy myself. Just enjoy. I don't want. Yeah, just celebrate. Okay, well, celebrate it for us. Oh,
telly and internet on Spirit 24. I want to just ask you, what do you think about this festival here today? I love it. I love it. Shabani Amara! Of course, this is not the first time in Holland, I think. No, it's not my first. You've been here before? Yes, but this is my first Holi here. Your first Holi? Yeah. So what do you think about the people here in Holland? It's wonderful. I don't want to go back home. I have bad news for you, because not only the people are watching, the police is watching also. So they're going to send you back to Trinidad. But listen. All right, listen, listen. When I watch Trinidad women, I always see them dance. I see them whine. Can you whine us? You want to see a whine? I will whine with you. Show me the whine. I will whine with you, yeah. Sure? Yes, me sure. You're sure? Yeah, me sure, man. No, we want to go down, right? Yeah, let's go down. Right down, right? Right down, yeah. Sure? I will follow you. One, get ready, cover. Two, you also. Ready, cover. One. Applaus voor Rio T.
Zo, gezellige. Lijkt net op vakantie in eigen land. Ze komt zo meteen terug. Ze neemt even pauze. Maar. Dames. Ik heb iemand voor jullie. The most wanted man in Holland. Mag ik een daverend applaus voor? Barry Damry. Oké, de dag. Zo spelen we ook weer als ik soep Holly. We gaan even een kleine test doen. Kijken of jullie op wakker zijn. Den Haag, laat je horen! Daar is ik dan, mijn mooie papoea. Pak je dan, mijn dange. Mijn is in mijn kamer, je hoort toch. Rang is in mijn leven.